Zo, was ik weer. Dan gaan we gewoon even lekker schroeven. Het gaat om de voorrem. Zo. Nou, met deze persoon heb ik al het e-mailwisseling gehad. Ik doe eigenlijk alleen datgene wat we besproken hebben. Motorfietsen knap ik niet meer op. Ik repareer alleen maar. En met opknappen bedoel ik van voor naar achter doorwerken, want dat wordt veel te prijzig. Veel te duur, ben er veel te lang mee bezig, dus ik beperk mij tot daadwerkelijk alleen de echte storingen. Nou, wat ik dus nu doe, is het tussenstuk loshalen. Ik dacht dat ik daar een draadbeschadiging zag, maar dat valt mee. Nou, hier zitten zo'n RVS-boutjes in, dus dat is al eerder aangesleuteld door iemand. Dus dat is niet origineel, maar dat zegt niks. Zo, je ziet het al loskomen. Dan, die heeft hij naar boven hangen omdat het lekt. Ja, dat is logisch. Ik moet hier eventjes de slang loshalen, dat lukt niet. Gaan we even een tang erbij pakken. Even ruimte maken, dat is dat beugeltje. Zo. Top 14 moet ik hebben. Hier mijn top 14, daar is top 14. Nou, ik ben vandaag bij de motorbeurs geweest. Het was 's ochtends vroeg donderdag. Net wanneer de beurs open gaat. Om 9:30 was ik al binnen. En voor de Silverwing-leden, de clubleden, krijgen vanavond een nieuwsbrief. Dus als je lid wordt van de Silverwing Club, dan krijg je nieuwsbrieven erover. En daar heb ik al een stukje over de motorbeurs geschreven. Niet zo positief trouwens. Een nieuwe hamer, gekocht bij de Action. Oh, dat is mooi. Nou zie ik ook dat meneer totaal geen kilometertellerkabel heeft. Nou, dat zit vast. Dus hier is ook al aangekloot. Of totaal versleten. Het ziet ook scheef, zie ik. Nou ja, als het niet op de ene manier wil, dan op de andere manier. Jammer dat jullie niet alles kunnen zien. Kwestie van durven, maar niet lomp. Met gevoel, ook al heb je een groot stuk gereedschap in je handen. Even kijken, nee, die wil niet. Huis. Zo, dat is Link. Oh, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Hier gebeurt. Ik heb het nog nooit gezien. Compleet de remvloeringen losgeroest van de houder. Dit is erg. Dat is gevaarlijk. En ja, de platen zitten er nog in. De muur vast. Nou, dat wordt weer een hoop werk extra. Vandaar dat ik dus niet meer alle klussen aanneem. Even kijken. Maar hij wilde ze erin. Oh, daar zit ook al nog een bout en een moer in. Dat is ook fijn. Dat kost allemaal extra tijd. Dus gebruik het liefst de boutjes en moertjes die erin hoorden. En niet iets met een schroefje. Letterlijk een schroefje. Zo. Denk eraan, remolie is uiterst agressief. Niet voor mij persoonlijk. Ik drink het dan weliswaar niet, maar goed. Maar als het op je tank komt, gelijk schoonmaken. Doen. Want anders dan is het
gelijk janken, huilen, schade. Nou, dit is leeg. Er zit niks meer in. Nou ben ik even lui. Oh, er heeft water in gestaan. Nou, nu gaat er bij mij langzaam wel weer een lampje branden van dat hier dus heel lang geen onderhoud aangepleegd is. En dan moet het allemaal weer opgeknapt worden. En dan wordt het problematisch, dan gaat het geld kosten. Kijk, daar komt de remolie uit. Ik leg het op de werktafel. En ik maak even de vloer schoon. Komt het bijt uit. Dus even de remolie opruimen. Zo. En dan heb ik hier nog twee draadjes hangen. Die twee draadjes is voor je achterremlicht. Hier de oude remhendel. Nou, daar zit inderdaad de witte drap in. En als ik dat loshaal, dan breekt het kapot. En dit is ook afgebroken, heb geen nut. Hij is wel gangbaar. Dus dat wel. De schakelaar doet het ook. Dus... ik kan ook wat zien, dus nou ja. Maar ik ga het niet aan het kloten. Ik ga je poppen lang open staan. Zo. Even licht. Nou, ook eens even loshalen. Nou, morgen ga ik met voorbereidend werk aan de gang. Ga ik de remklauwtjes loshalen. En bekijken wat ik nog bruikbaar, wat nog bruikbaar is. En dan gaan we ook kijken of ik tweedehands materiaal bruikbaar kan maken of kan gebruiken. Dit is trouwens een hele aparte opstelling die ik hier zie. Dit is echt een aparte voorrem. Want hier zie ik... en hier kom ik echt heel weinig tegen. Ik ga het even namaken. Even kijken. Zero. Ja. Maar ik doe dit niet goed. Dan weet ik eigenlijk al wat het is. 33 mm. Ik heb hier 33 mm voorpootjes. Zonder offset naar voren. Of hoe zeg je dat? Naloop, voorloop. Je hebt bij sommige modellen de as aan de voorkant zitten. Maar hier zit hij eronder. Echter, dit is een luchtondersteunde voorpoot. En ik krijg hem niet los. Dus ik kan niet zien... maar ik zie dat hier ook olie aftap zit. Hier zitten glijlagenbussen in. En in de standaard CX-poten niet. Dus dit is een poot met glijlagenbussen ondersteuning. Alleen afwijkende stofkappen. Want hier horen andere kapjes op te zitten. Theoretisch. Maar Honda levert het zo ook. Dus dat maakt het lastig om de juiste onderdelen voor de CX500C te vinden. Sterker nog, vandaag met... ISS-veren op de motorbeurs daarover gesproken. En zij komen er ook niet uit. Nou, kan ze uit de droom helpen? De meeste niet. Ik soms ook niet. Soms moet ik ook gewoon drie keer kijken. Wat is wijsheid? Ik wil het dus uit beeld hebben. Het stekkertje, het liefst het stekkertje uit beeld. Maar dan kun je er niet meer bij als die loskomt. Hij kan hier achter zitten. We zetten hem straks hier achter. Knippen hem gewoon af. Hoppa. Dan trekken we deze. En gaan we hem door. En morgen sluiten we dat aan met een ander kniplichtje. Tot zover de CX500C. Het sloopwerk.
Oh nee, ik ben nog niet klaar. Koppelingskabel, want dat is ook chaos ten top zeg. En die hendel is helemaal naar de klote. En te veel speling erop, hij kan hem niet meer opstellen. Dit is ook een verkeerde kabel die hierop zit. Hier had eigenlijk een 120 centimeter kabel op moeten zitten. En die zit daar niet op. Dus die nemen we morgen even mee. Lekker hè, hey, slopen allemaal van onze motorfiets. En dan kunnen we die kabel, en dat kun je echt merken dan, dat het veel lekkerder bedient. Kunnen we dus even vervangen. Het gekke is, hij had daar vrij moeten geven. En dat doet hij dus niet. Dit kan ik niet eens bewegen. Dan maar even met een beetje geweld. Jezus. Nou, dit wordt dus... Zie je? Armpje beweegt. Prima. Niks aan de hand. De kabel is dermate verrot dat het allemaal niet meer wil. Dus waarschijnlijk heeft hij niet eens met vol vermogen weg kunnen rijden. Of doet hij dat nooit? Want het slipt dan gewoon door. En deze kabel moet vrij kunnen bewegen. Dat doet hij niet eens. Waarschijnlijk zit hier het probleem. En eigenlijk betrap ik mij er zelf op. Als ik onderhoud pleeg aan een motorfiets. Dan. Godver. Jezus. Nou, dit is een slecht kabel. Even kijken. Ik meet hem even na. Als ik over een lengte kabel praat, dan meet ik van tonnetje naar tonnetje. En deze kabel is te kort. Dit is of 99 centimeter of 112 centimeter. Dit is 112 centimeter. En daar had ik net goed gegokt. Daar moet een kabel van 120 op. Die heb ik standaard bij mij in het assortiment zitten. Origineel een imitatie. Origineel is trouwens de Honda ME2 kabel van de GL650. Origineel pittig prijs. Imitatie. Standaard. En dan maakt het niet eens zoveel uit of je een meter, 1 meter 12 of 1 meter 20 doet. Maar hier gaan wij 1 meter 20 op zetten. En dan kunnen we dit ook gewoon naar behoren doen. Dat loopt vrij, dat is goed. Dus daar ben ik tevreden over. Dus deze motorfiets heeft te lang geen onderhoud gehad. Ja, en dan krijg je inderdaad problemen. Kraakt ook. Erg. Hard. Gaan we even kijken naar de andere kant. Hij is wel gangbaar trouwens hoor. Hij is wel gangbaar. Zit hier de rem verkeerd. Oh ja, hij zit goed. Hij kan daar niet langs lopen. Hij moet onderlangs bij het andere model zit hij bovenlangs. Ja, het is gewoon een droge rem. Het moet schoongemaakt worden. Meer niet. En dan komt het alweer goed. Dus gelijk even kijken of olie er in het blok zit. Want als ik dat zo zie. Heb ik nog een uitdaging. Nou, er zit te weinig olie in het motorblok. En dan moet je even meekijken. Ik pak de camera wel even. Maar dat knappen wij dus niet meer op. Dat moet iedereen maar zelf doen, want anders blijf ik bezig. Ik ben dan echt van voor naar achter allerlei dingen aan het opknappen. Kijk eens hier. Wat een mooie radiateurslang. Daar zit hij. Jongens, jongens, jongens. Zien jullie dat niet? Hoe ontstaat dit nou? Hoe kan dit nou? Zit er gewoon niet op. Nou, daar, dat soort dingen, daar heb ik geen trek in. Want dan is er zo lang niet aan gesleuteld en dan ga je ergens aan beginnen. Dus ik trek hier echt puur alleen de rem, de rest blijf ik vanaf. Ik zal die slang nog even vastzetten. Maar dan begin je ergens aan en voor je het weet ben je van voor naar achteren aan het werk met de hele machine.
dan ben ik gewoon 30, 40 uur verder. €40 per uur. Rekent u zelf even uit wat dat kost. Daarom, onderhoud plegen zo goed mogelijk zelf doen. Heb je vragen, mail. En ik help je alweer via een filmpje eruit. En voor de rest, als je me hier neerzet, wordt er ook gewoon betaald. Even kijken, daar zit wel een klem op, daar zit ook een klem op, dat is prima. Kilometer tellerkabel zit er niet op. Is dit een mijl? Ja, is kilometer teller. Toeren teller. Nou, ik zet het er allemaal wel weer op. Daar gaan we wel mee aan de gang. Maar het is een motorfietsje dat echt wel wat liefde nodig heeft. Tot zover het slopen van de onderdelen die wij straks gaan repareren. Nou, dan moet ik zeker ook nog uitboren. Pistieke port. Ja, hij is afgebroken. Nou, kijken we morgen naar een standaardmodel voor 95 centimeter. Dan zetten we het erop. Dit is de koppelingskabel, die gaat weg. Nou, tot zover dan. We gaan er weer het beste van maken. Tot ziens.